Hier komt het veld op. Piet de Metier voorop als aanvoerder. Paas tweede. Oh, Piet ja. van als keeper. John en Bert van Leur kijken hun ogen uit. Deze week maakt het Archief deze beelden van voetbalclub DOS openbaar. Het is videomateriaal uit 1944. Waar ook hun vader op te zien is. Rechtsbuiten Gerard van Leur. Ja, dat is fantastisch. Ja, ja. Ja. Als je, nou, ik heb hem in het voetballen live. Ze was ik nog niet geboren, maar als je dan ziet. Die beelden van, je hebt wel een idee natuurlijk van alle verhalen. Ook veel sterke verhalen van anderen. Want mijn vader was altijd heel uh, lief, praatte nooit over het voetballen. Maar dan hoorde je wel eens Henk Temming of uh, anderen zeggen van... nou, oh, uh, het was een beste hoor. Gerard van Leur overleed in 1979. John was toen 23 jaar. Zijn hele leven verzamelt hij alles over zijn voetballende vader. Deze nieuwe beelden zijn voor hem een hoogtepunt. Kippenvel, echt kippenvel. Je hoopt elke keer nog dat er ooit beelden zijn... Of goede foto's weet je weer wat vindt. Maar als je dan zoiets vindt, zo uitgebreid. En dan, uh, ja, ik verheug me heel erg op zaterdag. Lijkt me echt van De hele familie trouwens, hoor. Het Utrecht-archief liet deze week maar 30 seconden zien. Morgen volgt de rest. Dat staat hij links. Het zijn niet de eerste bewegende beelden die John van zijn vader te zien krijgt. Deze komen uit 1938. Waarop ook te zien is dat vader Gerard bikkelhard kon zijn. Hij was een goede, ja. Ja, dat komt hij ook wel hoor. Hij was, uh, hij was niet groot en niet breed, maar verschrikkelijkheid. En hij kwam ook vaak voor zijn medespelers op. Het gebeurde wel eens uh, dat, er, uh, dat er een speler uh, van DOS werd aangepakt en dat hij daarna wel even uh, recht zette. Nee, ook zo'n beuk verandert niets aan het beeld dat John en Bert van hun vader hebben. Ze blijven trots. Ja, heel trots. Ja, heel trots. Ik, uh, ja, ik, ik teer er al uh, 30, 40 jaar op, dus uh, op mijn werk en noem maar op. Praten kon afgrond staan, het is een groot woord, maar ik komt vaak te uh, sprake.